kan de afdruk nog op mijn gezicht zien, want ik heb net een virtual reality headset op gehad, de Oculus Rift. En dat heeft alles met de game Project Cars 3 te maken. Project Cars 3 is vanaf vandaag verkrijgbaar en is een van de weinige grote race games die ook in virtual reality speelbaar is. We gaan niet racen met een normale auto. Nee, zeker niet. We gaan racen in een Formule E-auto. Dus niet een Formule 1, maar een Formule E als een E van elektrisch. En dat doen we op het aloude circuit van Monza. Een van mijn favorieten. En ik kan dan ook niet wachten om jullie de gameplay te laten zien. Kijk mee. Daar beginnen we onze allereerste Formule E-race op Monza. Vergeet je auto niet in de 1 zetten, want de game doet dat niet. Vergeet je dat, kom je gewoon niet van je startlijn af. En daar gaan we. Het zal heel vreemd zijn, want ja, je hoeft niet te schakelen in de Formule E-auto. Dat is gewoon één versnelling en je gaat. Gas geven is gelijk volle 100% kracht. Spelen op hard qua AI difficulty. Dus check heel even wat je daarvan vindt. Wow. Ik moet zeggen, de cockpit van deze auto ziet er wel echt heel vet uit. Oké, hij gaat veel harder. Kan ik niet spelen met mijn energie settings of zo? Oh, niet dat ik weet. That was a great pass. Fantastic. Nou, dankjewel. Dankjewel. Ik heb mijn best gedaan, Jeff. Het zal wel een vette inside joke zijn als al je race engineers en alle race games gewoon Jeff heten. That's P7. Keep it up. Dit is hard. Oh, klein moment van overstuur. We liggen op de vierde plaats. Het is hier zo wel even kijken hoor. Hoe hard gaan we? 250 km per uur. Ik heb er geen idee waar hier het rempunt ligt. Oh. Nou, we zijn wel heel snel naar voren gereden, zeg. We liggen al op de tweede plaats. Nou, slipstreamen. Hier hem ernaast gaan zetten. Even zwaaien. Oeh, ja hoor. Ja hoor, dit gaat lekker. Ik blijf het vreemd vinden dat je helemaal niks hoort. Nergens op kan reageren. Het is gewoon gas geven en gaan. En mag je het nog gas geven noemen? De AI die klopt er niet veel van in ieder geval, want we liggen al heel ver voor. Terwijl die op hard staat, dat is vreemd. Want de AI is wel een beetje all over the place, merk ik. Voor sommige carrière modus dingen moet ik hem op medium zetten. Voor anderen is hard weer veel te simpel. Apex, wow! Jezus. Oh my god. Dit ding, jongen. Als je ooit in een echte Formule 1 auto hebt gereden, lijkt me dit echt geen moer aan. Ondanks dat het natuurlijk nog best hard gaat. En het ding is ook echt zenuwachtig. Als je iets te hard instuurt, dan heb je echt meteen het gevoel dat hij wil gaan snappen. Maar het gaat vooralsnog best aardig. Ik heb nog geen één keer vol in de ankers geremd. Dus misschien dat ik later nog kan remmen dan dat ik nu al doe. Ah, dankjewel Jeff. Je bent de baas. Probeer ook even een beetje om me heen te kijken en genieten van de omgeving. Ik vind dit echt een fantastisch circuit. Ik vind dit echt een fantastisch circuit, een klassieker. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Maar is deze, nou ja, deze hele column, ik vroeg me al af, waarom is die zo doorzichtig, joh? Lijkt wel alsof het van glas was. 150 meter remmen dus. Oh, nou, ik zie het al. Als ik harder de remmen trap, dan blokkeren de wielen meteen. Daarom doen we het niet. Lijken wel een soort botsautootjes dit, joh. Nou, we staan ruim aan kop. Ronde 3 van de 5. Ah,
ik vind dit wel heel erg gek hoor. Echt heel erg gek. Excellent work. Fastest first sector time so far. Dank je. Het is een beetje je auto door die bochten heen worstelen. Niet te vroeg op het gas gaan. Want je krijgt natuurlijk gelijk de volle 100% op je wielen. Hop. Kijk, dat was wel die was wel mooi rechtgezet, hè? Nou, daar komen de auto's alweer. Hij zit recht achter me. Kan je nagaan wat voor voorsprong we hadden opgebouwd. Insane. Oh. Dat ding is aan het driften, joh. Echt niet normaal. Wel heel vet. Tenminste, als je hem dan nog recht kan krijgen. Want net ging het niet goed. Maar waarom is onze auto zo veel sneller, joh? Daar wilde die alweer gaan. Kijk, we hebben al 7 van de 7 corners mastered. Daar kunnen we dus niks meer halen. We krijgen wat XP erbij. Oh, 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 oh. Ja, zie weer 2 momenten van overstuur. Zijn dat de banden dan of zo? De eerste 3 keer dat ik dat deed was er niks aan de hand. Toch in virtual reality. Ik moet zeggen, zeker als je kijkt in de verte, die witte vlakken. Toch best wel wat aardig wat glitches in Project Cars 3. Meer als in Project Cars 2. In ieder geval naar mijn ervaring. Wat toch wel jammer is. Even van het gas af. Ja, ik ga niet meer die curb pakken. Daar namen we vorige keer net iets te veel risico. Het is wel vet om zo over die halo heen te kijken. Oh, ik klink echt als een debieletje af en toe. Maar het blijft wel leuk dit hoor. In VR. Alleen hoop je wel op iets meer tegenstand. Hier moet zeker nog wat aan getweakt worden. Want dat verschil met andere races qua AI is gewoon te groot. Dat verschil is gewoon veel te groot. Kijk, stuur. Het ziet er op zich ook wel tof uit. Ja, zo moet hij. Geen Apex meer gepakt, dat durfde ik heel even niet. Hier mooi uit laten rollen. Zo snel mogelijk je stuur openen. Awesome in the first sector, that's your best split so far. We doen ons best, we doen ons best. Oké, nu mogen we niet hier verpesten. Oh, dat scheelde niet veel. Ik ben maar van het gas afgegaan om te voorkomen dat we gingen spinnen nog. Het blijft een tricky bocht in deze auto. Ja. Ja, deze overwinning kan niet meer misgaan, toch? Dit kan niet meer misgaan. Laatste bocht. Wat raar dat die auto zo reageert, joh. Dat had ik helemaal niet verwacht.
Ik had verwacht dat hij veel strakker op het wegdek zou liggen. Oeh, daar gaan we jongens, nummer 1. Ja, hij zit wel heel ver achter me. Eerste! Bam! Kijk, en ze zijn gefinished hoor. 6,5 seconden verschil, maar dat is omdat ik wel echt goed 2 keer gespind ben. Continue the winners! Tweede plaats George Allen, derde plaats Joshua Lewis en de eerste plaats voor Koos GK. Hachikidae. Boom! Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken van deze video. Dit was Project Cars 3 op Monza in virtual reality in een Formule E auto. Ik heb ervan genoten. Formule E auto's, ja, ik weet nog niet zo heel goed wat ik ervan moet vinden. Het was lach om hierin te rijden, maar ik denk niet dat ik dit heel erg veel vaker ga doen. Formule 1 auto's zijn wat dat betreft, een stuk toffer om in te rijden. Dan voel je toch wat meer de kracht. Alleen al, ondanks dat het een hybride motor is, dat er gewoon veel meer kracht in zit. En om een of andere reden zijn deze auto's ook bijzonder zenuwachtig om in te rijden. Ah ja, het is wat het is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer jongens. Later!